Hartelijk welkom in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam. We komen samen, zoals nu gebruikelijk, in een erg lege kerk. We zijn maar met een paar mensen. Jos van der Kooi zit achter het orgel. U hoorde hem losgaan op Psalm 98. Nicky Bauer zingt en Marileen Driesprong neemt alles op. Wie is nou Marileen Driesprong? Kijkt u eens naast me, daar ziet u een foto. We zijn met elkaar verbonden. U thuis, onderweg, achter uw scherm, wij hier in de kerk. Verbonden door de aloude woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Vandaag lezen we het verhaal van de ongelovige Thomas. Het verhaal is zo bekend dat het een zegswijze is geworden. De ongelovige Thomas. Maar wat betekent dat verhaal voor ons eigenlijk? Doen we deze Thomas wel recht? Is het de enige manier van geloven, zo zonder gezien te hebben? Moeten ook wij daaraan geloven? Daar wil ik vandaag eens met u over nadenken. Ik lees u uit het Evangelie naar Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot 28. Op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei: "Ik wens jullie vrede." Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij.
toen zagen de leerlingen dat het de Heer was. En ze waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen: ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd en nu ben ik het die jullie stuurt. Daarna blies hij op hen en zei: nu hebben jullie de Heilige Geest gekregen. Vanaf nu hebben jullie de macht om zonden te vergeven. Als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. En als jullie iemand niet vergeven, dan vergeeft God hem ook niet. Toen Jezus bij de groep leerlingen kwam, was één leerling er niet bij. Dat was Thomas, die ook Didymus genoemd werd. De anderen zeiden later tegen hem: wij hebben de Heer gezien. Thomas zei: ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien en ze voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. Hij zei: ik wens jullie vrede. Daarna zei hij tegen Thomas: kom, voel met je vinger aan mijn handen en voel met je hand aan mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Toen zei Thomas tegen hem: u bent mijn Heer en mijn God. Jezus zei: jij gelooft in mij omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken. Oh,
een van de grote voordelen van onze online diensten, beste mensen, is dat het veel gemakkelijker is om tijdens de dienst plaatjes te laten zien. In een gewone dienst zou dat een heel gedoe zijn, terwijl je nu van alles en nog wat kunt tonen. En dat alles natuurlijk dankzij de goede zorgen van Marie-Leen. U zag haar daarnet. Gezamenlijk hebben we er heel veel plezier in om deze diensten te maken. We zitten een dag lang in de kerk, we maken 5 diensten en we maken ook veel lol. Er gebeuren genoeg gekke dingen en u ziet af en toe een filmpje met bloopers voorbij komen. Een welkome afwisseling in een kerkelijk bedrijf dat soms zo serieus of vaak te serieus is. Bij het zoeken naar toepasselijke illustraties bij het verhaal van de ongelovige Thomas is mij 1 ding enorm opgevallen. Kunstenaars in vroeger tijden hadden er weinig problemen mee om Jezus, tenminste bij dit verhaal, met maar weinig kleren aan af te beelden. Om de wonden in handen en vooral in de zij te kunnen tonen, moest hij wel uit de kleren. En bij het zien van al die afbeeldingen van een half ontblote Jezus, moest ik denken aan al het gedoe rondom het kinderprogramma Gewoon Bloot. U heeft er vast wel wat over gelezen. Dat programma waarin kinderen volwassen blote mensen mogen bevragen. Een programma dat bedoeld is om kinderen vertrouwd te maken met hoe het menselijke lichaam er echt uitziet. Niet alleen dat van topmodellen, maar juist van gewone mensen. En dat je daar ook op een normale manier over kunt praten. Voor mijn gevoel zeer leerzaam en nuttig in deze tijd. Maar volgens vele christenen, u zag het, u las het, een schande. Eerlijk gezegd erger ik me aan die bekrompenheid. Waarom moeten christenen zich altijd van een meest benauwde kant laten zien? Bloot wordt direct gelijkgesteld aan seks. En seks en kinderen leidt direct tot gedachten over pedofilie. Terwijl het volgens mij een heel gezonde gedachte is om ook bloot als gewoon te presenteren aan kinderen. Kortom, die christenen moeten nu gewoon eens kijken naar die plaatjes van Jezus samen met de ongelovige Thomas. En toen ik op zoek was naar dat soort plaatjes, kwam ik op het internet hele debatten tegen over de vraag of Jezus kleren aan had toen hij werd gekruisigd. Romeinen waren gewoon om mensen naakt te kruisigen. Al te gevoelige christenen proberen te doen alsof er voor Jezus, maar dan voor hem alleen, een uitzondering werd gemaakt. Maar dat is historisch natuurlijk niet waarschijnlijk. Het lendendoekje dat je op bijna alle afbeeldingen van Christus aan het kruis vindt, is eerder een doekje voor het bloeden dan een realistische weergave. Kortom, als christenen zich graag ergens aan willen storen, is dit misschien ook wel een punt van nadere aandacht. Maar goed, laat ik teruggaan naar het verhaal van vandaag. Het is een van de meest concrete en tastbare verhalen van Pasen. En daarmee is het voor ons moderne mensen misschien direct wel een van de moeilijkste. Een leeg graf is voor ons al moeilijk voor te stellen. Laat staan een rondlopend lichaam waaraan je kunt voelen dat het eerder gekruisigd is. Terug naar het verhaal. Het speelt zich af op de dag van de opstanding, zegt de paasmorgen. In de avond zijn de leerlingen bijeen. Ze waren bang. Ze hadden de deur op slot gedaan. Toch stond Jezus opeens in hun midden. Hij wenst hen vrede. Shalom. Overigens betekent dat in modern Hebreeuws en waarschijnlijk toen ook al niks anders dan hallo. Ze herkenden hem aan zijn wonden.
Vervolgens vertelt Jezus dat hij door de Vader is gestuurd en dat hij nu zijn leerlingen op weg stuurt. Hij blaast op hen en ze krijgen de Heilige Geest. Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren dus wel op één dag. De helft van ons verhaal, Thomas, was er die avond niet bij. Hij zegt tegen zijn vrienden, als ze hem vertellen over wat ze meegemaakt hebben, ik geloof er niets van. Of beter gezegd, hij gelooft het pas als hij het ook gezien heeft. Eerlijk gezegd, best een redelijk standpunt. Ook die andere leerlingen herkenden Jezus pas toen ze zijn wonden zagen. Ook zij geloofden dus niet direct. En eigenlijk is het dus best onaardig dat juist deze leerling als de ongelovige de geschiedenis is ingegaan. Hij doet niets gekkers dan die andere 10. Pas geloven wanneer je het gezien hebt. Dit verhaal heeft in de loop van de tijd een moralistisch kantje gekregen. De ongelovige Thomas raakte weggezet als iemand die kan of eigenlijk niet wil geloven, zonder dat hij gezien heeft. Hij wordt vaak neergezet als een negatief voorbeeld voor gelovigen. Als je echt wilt geloven, dan blijf je ver weg van Thomas. En Jezus zegt, van nu af zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken. In zekere zin wordt hier de voedingsbodem gelegd voor een benadering van geloof, waarin het vooral gaat om dingen te geloven die je niet gezien hebt. Geloven is dan al snel voor waar houden wat eigenlijk onmogelijk voor waar te houden is. Geloven wordt dan al snel het afleggen van je nuchtere denkvermogen op het offerblok van de godsdienst. Grappig genoeg is dat nooit het perspectief in het Oude Testament geweest. Heel vaak geldt daar het nuchtere motto, eerst zien, dan geloven. Een beetje profeet in het Oude Testament kwam pas in beweging als God zich heel duidelijk kenbaar had gemaakt. Als God duidelijk verteld had dat er wat moest gebeuren. En soms pas na 3 keer. Denk aan de roeping van Samuel, die het pas de 3e keer begrijpt dat het de Heer is. Denk aan Mozes, maar ook Jesaja, die tegenstribbelen. Denk aan Jona, die er gewoonweg geen zin in heeft. Allemaal voorbeelden van geloofshelden die wel een beetje geholpen moesten worden, een zetje moesten krijgen, voordat ze in beweging kwamen. In het christendom, hier in het verhaal van ongelovig Thomas, zou dat opeens niet goed genoeg meer zijn. Geloven moet je gewoon doen, of je het nu ziet of niet. Of eigenlijk, het telt pas als echt geloof als je het niet kunt zien. Voor mijn gevoel heeft dit verhaal uiteindelijk veel kwaad gedaan aan het geloof. In de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, wordt een woord voor geloof gebruikt dat veel beter te begrijpen is als vertrouwen. Geloven gaat niet om een acrobatische, want bijna niet te volbrengen, intellectuele oefening, maar om iets aanvoelen. Vertrouwen gaat niet om iets wat je kunt bedenken, maar iets dat je kunt voelen. Aanvoelen dat het wel goed komt. Beseffen dat iets je draagt. Bemerken dat iets waar is voor je. Geloven doe je misschien eerder met je hart dan met je verstand. Een beetje zoals in het bekende woord van Blaise Pascal. Het hart heeft zijn redenen die de reden niet kent. Misschien moeten we daar eens aan denken wanneer de ongelovige Thomas weer ter sprake komt. Dat we ons niet aan hem hoeven te meten. Dat het een eenzijdige kijk is op geloven. Dat we, ook al twijfelen we vaak, toch ook geloven als we proberen te vertrouwen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Pasen is niet het feest
van het zeker weten wat er is gebeurd, maar het feest van het openstaan voor iets nieuws. Van het vertrouwen dat het goed kan komen, ook al zien we het nog niet. Dat het al goed is, nog voordat we dat kunnen verklaren. Amen. Laat ons bidden. Eeuwige God, als we ons voor u buigen, als we ons voor u willen uitspreken, zitten we onszelf vaak zo in de weg. We denken soms dat we alleen maar kunnen bidden als we een precies beeld van u hebben. Als we bij wijze van spreken weten hoe of wat u bent. Als we eerlijk zijn, dan weten we dat niet. Als we proberen u te grijpen of te begrijpen, ontsnapt u aan ons. Als we proberen vast te houden, hebben wij u al losgelaten. Als we bidden, doen we een greep in het duister. We proberen woorden te zoeken voor u, de onbenoembare. We proberen eigenlijk te vertrouwen. We proberen vaste grond onder de voeten te vinden, zonder dat we weten of die bestaat. Geef het ons dat we dat zoeken naar zekerheid durven los te laten. Dat we niet meer hoeven te weten of te begrijpen, maar dat we kunnen vertrouwen. Dat we werkelijk in onszelf ruimte maken voor het gevoel dat het goed is. U hoort ons en u draagt ons. Soms ervaren we dat. Soms kunnen we eruit leven. Soms weten we dat dat voldoende is. Wil daarom met ons zijn, o God. Houd ons vast waar wij het moeilijk hebben. Draag ons waar wij het zwaar hebben. Ondersteun ons als we verdriet hebben. Wees, o God, de grond van ons bestaan. In stilte willen we u bidden. In stilte spreken we uit wat niemand anders voor ons kan uitspreken. In stilte zijn we bij u.
met heel uw kerk van alle plaatsen en tijden bidden we met de woorden van Jezus. Voor mensen die mij beter kennen van deze filmpjes dan van de feitelijke diensten in deze kerk in Rotterdam, ik moet u iets bekennen. Ik heb een slechte naam in deze gemeente, namelijk ik probeer bij collectes heel vaak mensen het geld uit de zak te kloppen. Ik kijk naar zo'n Amerikaanse televisiedominee en ik vind daarin inspiratie om ten goede te laten komen aan deze gemeente. En nu moet ik u bekennen, ik vind dat lastig, nu ik u niet direct van aangezicht tot aangezicht zie. Maar u wilt mij toch niet teleurstellen. Daarom straks, aan het eind van het filmpje, de aankondiging voor de collecte. De helft voor de eigen gemeente, de helft voor een maatschappelijk doel. U laat ons toch niet in de steek. Voor mij gegaan, een steek voor.
bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde? Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid, onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld, met haar noden? En gaan we dan van hier verder het leven in onder Gods zegen? De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.